Yo, what up? Gasten! En dan ben ik weer keihard op jouw beeldscherm. En ik weet wat je denkt. Waar gaan we het vandaag over hebben? En ik had vandaag zin om een vraag en antwoord video te maken. Jullie vragen en ik antwoord. Simpeler kan ik het niet vertellen. Laten we direct beginnen met de allereerste vraag. Bardo, kan je mijn vraag gebruiken in je video? Ja, ik zou je vraag wel een keer kunnen gebruiken. Bardo, kun je schaken? Maar natuurlijk! Het paardje doet woef! Daar heb ik jullie voor nodig! Paardje! Bardo, kun je een filmpje op YouTube zetten? Wat is YouTube? Ik ken wel YouPorn, RedTube, YouGis. Te veel gezegd? Volgens mij niet! BoulderTube, RootRoom, Brazzers, Pornhub. Terugkomend op mijn vorige video's. Ik heb het weer gedaan! Ik ben weer over seks begonnen in een van mijn video's. Ik zet echt een nieuw record neer op YouTube. Ik ben echt heel slecht bezig nu. Bardo, kan je zingen? Banjo, de verse 50. Elke keer weer banjo voor alle kijkers. Relax en zit. De verse 50 is de show. En dat is zo'n nummer wat de hele dag in je hoofd blijft hangen. Graag gedaan. Kan je twee stenen met één vogel raken? Lang leven Angry Birds. Ik ben te bij de hand bij alle vragen. Bardo, kan je een Pokémon gevecht nadoen? Wow, kijk daar, een boom! Tijd voor mijn Pokémon kaarten. Haha, laat het gevecht beginnen. Ik kies jou, Snorlax, Magikarp, Nidoking, Charizard, Charmander, Metapod. Iedereen die zich masturbeert, thumbs up. Twee thumbs up. Allebei de thumbs up waren van mij. Want ik heb twee YouTube accounts. Ja. Bardo, kan je één minuut heel serieus zijn? Welkom bij de allereerste Bardo's Boekenclub. Ik zit hier voor de boekenkast en we gaan vandaag weer een boek bespreken. Ik heb vandaag dit boek gelezen. Het is een intrigerend en spannend boek. Het heet Ik word later astronaut. Het is geschreven door Inge van Heeren. Het heeft maar liefst 7 pagina's. De illustraties zijn ook prachtig gedaan door Inge van Heeren. Ik droom van sterren en planeten. Ik ga ver weg. Maar je zult me niet vergeten. Met mijn raket vlieg ik naar de maan. Zie je mij al tussen de sterren staan? Ik plant mijn vlag op deze plek. Voordat ik naar huis vertrek. Het gaat over een jongen die droomt over een betere toekomst. De illustraties, de afbeeldingen, ze spreken gewoon tot je. Je ziet de passie in zijn ogen. Aan het einde van het verhaal zie je nog een foto van de gelukkige astronaut. Hoe hij naar huis gaat en hoe hij trots is op wat hij heeft gedaan. Het is een aanrader. Ik word later astronaut. Het is denk ik mijn favoriete boek geworden gewoon. Kijk hoe blij hij is. Hij is zo trots. Bardo, kun je een appel breken met je hoofd? Zeg zeker mijn naam als je deze kiest. Jens Wouters. Jammer dat dat geen vraag is. Anders had ik jouw vraag gekozen en had ik jouw naam gezegd. En natuurlijk kan ik geen appel breken met mijn hoofd. Ik heb het al een keer geprobeerd. Bardo, kan je vissen? Oh, vissen. Ja. Ik heb er één. Nice. Ik heb het allemaal. Hij gaat door. Hij stopt. Jij bent homo. Ja, dat is geen vraag. Ik zou alleen vragen behandelen. Bardo, kan je goochelen? Of ik kan goochelen? Let op. Ik heb mezelf hier vast. En 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh shit. Help, hey jongens, heeft iemand het sleuteltje hiervan? Jongens. Ik kan die camera ook niet uit. Ik zei toch dat ik kan goochelen. Oké, dit doen we dus niet meer weer. Wie heeft dit ding gekocht, man? En dat waren alle vragen die ik heb gekozen. Ik wil jullie heel snel bedanken voor alle fanmail die ik heb ontvangen. Helaas kan ik niet alles ophangen op de banjemuur, maar ik heb wel zoveel mogelijk geprobeerd op te hangen op de banjemuur. En natuurlijk ontvang ik ook via internet heel veel dingen. Wat dacht je van deze dingen? Oh, wat mooi. Oh ja, nee, deze. Oh, jezus zeg, wat mooi. Het valt echt best tegen. Oké, hou maar op. Oké. Maar er zijn ook 4 nieuwe Pokémon kaarten. En natuurlijk van mij. Kijk, en dat vind ik dan weer wel stoer. Maar als jij je ook verveelt en je bewerkt een foto van mij, stuur hem dan naar mijn huis, bardoellis.com.
bardo@huis.nl. Link in de beschrijving. En Banjo Legion, op Twitter hadden wij laatst een actie ondernomen. Als je nu Bardo Allens is intypt bij Google, staat er Bardo Allens is internetpresident. Dat hebben wij als Banjo Legion gefixt. Daarnaast kun je me ook af en toe live zien. Volg me daarom ook op Twitter. Link in de beschrijving. Ik ga 3 Pokémon postkaarten versturen. En aan wie ga ik die versturen? Aan jou. Het enige wat je daarvoor moet doen is geabonneerd zijn op mij, groen duimpje geven en een reactie hier beneden achterlaten. En als je alle 3 die dingen bent of hebt gedaan, maak jij kans op een van deze vette Pokémon postkaarten. Laat me weten of jullie dit vaker willen. En deel deze video ook met al je vrienden via Hive, Twitter, MySpace, Hotmail, MSN, Google, Google+, Facebook en al die andere dingen. Doe het nou gewoon. Dus gasten, abonneer op mij hierboven. Deel met al je vrienden. Groen duimpje. En zometeen zijn er weer 6 video's in beeld. Zijn allemaal klikbaar. Dus klik lekker door. En gasten, ik check jullie later.